Ja, dit is voor ons natuurlijk een hele speciale plek. Dit is de, ja, dit is de ereplek van Lucas in Amersfoort. Een plek die voor hem heel erg belangrijk was en voor ons nu ook. Eén, twee klappen op de juiste plek is fataal voor iemand. En er zijn mensen die daar gewoon niet over nadenken. En ik was daar één van. Maar ik denk daar nu over na. Dat ik heb het gezien wat het voor impact kan hebben. Lucas was gewoon een, ja, echt een labrador, zo noemen we hem wel eens. Het was gewoon een schatje. Ja, stel je was een vreemde in de kroeg, dan had hij binnen no time had hij een klik gevonden met je. En dan stond je de rest van de avond stond je met hem te lachen. Ik ben komende zondag jarig. Nou, daar zit ik totaal niet op te wachten. Allemaal dat soort eerste momenten zonder Lucas, ja, dat is vreselijk. Het is niet zomaar dat iemand is overleden aan een ziekte, hoe erg ook. Dit is de schuld van iemand. Iemand heeft dit gedaan. Het blijft gewoon bizar en onrechtvaardig, oneerlijk, dat je gewoon tijdens het stappen een leuke avond hebt met vrienden en dat je gewoon de verkeerde kan tegenkomen. Wat als nog een keer iemand dit moet doormaken? Wat als nog een familie, zo hecht als de onze, dit mee moet maken? Is dat nodig? Iedereen heeft recht op extra kansen. Maar op een gegeven moment is dat wel een keer klaar. Kijk, weet je wie levenslang heeft? Dat zijn wij. Dat zijn wij, ja. Wij moeten de rest van ons leven moeten we hiermee leren leven. Ja. En iemand komt met een paar jaar vrij, wat in onze ogen altijd te weinig is. Hoeveel kansen heb je nodig? Ja. Dat doet ons heel veel. Ja. Ik denk dat ik daar het meeste kracht uit haal, ook nog. Uit deze natuurlijk bizarre situatie. Het enige, eigenlijk echt het enige. Ja. Wat aan deze hele situatie nog enige zin geeft. Wat enige zin geeft, ja. Is dat andere mensen nu weer beter kunnen leven dankzij hem. Ja.